vaak merk ik dat mensen gewoon maar ergens inrollen. Omdat ze van huis uit een bepaald beeld meekrijgen van het is belangrijk dat je studeert of het is belangrijk dat je je vader opvolgt. Of vanuit zichzelf het idee hebben van ik moet werken, ik moet carrière maken, terwijl het misschien helemaal niet zo goed bij ze past. Of dat ze zich maar laten leiden door de keuzes die worden aangeboden. Zo langzamerhand rol je in een bepaalde richting waar je na 10 jaar denkt van hoe ben ik hier nou terecht gekomen? En is dit het wel? Past dit wel bij mij? En dat zie je met name bij de dertigers, dat ze met die vraag worstelen. Omdat het dan allemaal al een tijdje loopt. En er zijn ook allerlei keuzes op gebaseerd. Een hypotheek, een huis aangeschaft, gezin, verantwoordelijkheden. En dan een paar jaar later dan komen vaak de vragen van, ja, is dit het dan? Moet ik nou toch nog iets anders gaan doen? Toch nog een leuke andere opleiding? Maar dat kan nou niet meer, want ik heb nou die hypotheek. Bijvoorbeeld. Bij Agnes vinden we het antwoord. Dat wil ik niet pretenderen. Dat ik het antwoord heb op alles. Maar ik denk dat ik wel mensen kan helpen om de boel te vereenvoudigen. Om duidelijk te maken van die en die dingen zet die nou maar uit je hoofd, want het past niet bij je. En andere zaken er juist uit te halen van ga dan vooral doen wat bij jou hoort, waar jij goed in bent, wat het dichtst bij je ligt. Want en ben je er van nature goed in, kost de minste energie, je hebt er het meest plezier van en je bent er het meest effectief. Dat is wat je te bieden hebt, zeg maar, aan de wereld.